In dit filmpje leggen we jullie stap voor stap uit hoe jullie de tekenrobot in elkaar kunnen steken. In de eerste stap haal je alle onderdelen uit de doos. We hebben een USB-kabel. We hebben het Duinguino-bordje dat door middel van de USB-kabel aan de computer zal verbonden worden. We hebben twee motoren. We hebben een grote basisplaat. Daarnaast hebben we vier lange, smalle plaatjes. Let op, één van deze plaatjes heeft een groter gat op het einde. Dit zal gebruikt worden voor de stift en dient op het einde in elkaar gestoken te worden. We hebben twee delen B, die bestaan uit een plaatje met drie gaatjes. We hebben een aantal pootjes die op de basisplaat zullen gemonteerd worden. We hebben twee zwarte afstandshouders. Dan hebben we een aantal boekschroeven die uit twee delen bestaan. We hebben een aantal lange vijzen en tot slot hebben we een aantal metalen ringetjes. In de volgende stap zullen we de motoren op de basisplaat vastzetten. Neem daarvoor de basisplaat en de twee motoren en ook de vier pootjes en de vier lange vijzen. Stop de twee lange vijzen door de motor bovenaan en zet ze vast op de plaat door middel van de pootjes. Deze pootjes zullen ook dienen als trildempers. Daarna kan je hetzelfde doen met de tweede motor. Een tip is dat jullie best de draadjes van de motoren langs dezelfde kant houden. Eenmaal dit gedaan is, kunnen we beginnen met het monteren van de armen. Daarvoor is het aangewezen eerst de armen helemaal uit te leggen, zodat we een zicht hebben over hoe we ze in elkaar zullen steken. Zorg er zeker voor dat het plaatje met het grotere gat op het einde de uiteinde is van de robotarm. Om deel B en deel C aan elkaar vast te zetten, neem je de twee delen van een boekschroef en een metalen ringetje. Het is heel belangrijk dat het metalen ringetje tussen de twee plastieke onderdelen gestopt wordt, zodat we een goed bewegende arm verkrijgen. De motoras zal met deel B verbonden worden door middel van het witte uitstekende pinnetje. Belangrijk is dat je dan eerst een zwarte afstandshouder daarop monteert en daarna het uiteinde van deel B over dit witte pinnetje schuift. Eenmaal je de eerste delen C met de motor verbonden hebt, kan je de twee delen C laten kruisen over elkaar en kan je die opnieuw aan elkaar bevestigen. Zorg zeker dat je nog plaats hebt aan het uiteinde van deel C om hierna de volgende delen C te bevestigen aan de robotarm. Belangrijk is dat je de latjes altijd met elkaar verbindt door middel van de twee onderdelen van de boekschroef met in het midden tussen de twee plastieke latjes een metalen ringetje. Belangrijk is dat je het latje met het grotere gat voor de stift bovenop monteert en dit dus als laatste vastzet aan de andere arm. Nu we de robotarm gemonteerd hebben, kunnen we overgaan tot het verbinden van de motor met het Duinguino-bordje. Daarom zullen we de twee draadjes die uit de motor komen naast elkaar in de poort steken, die we de motorconnector noemen. Om de draadjes in de motorconnector vast te kunnen zetten, kan het zijn dat je eerst de vijsjes van de motorconnector naar boven moet losdraaien. Eenmaal die losgedraaid zijn, kan je daarna het draadje erin stoppen en dan het vijsje terug aandraaien. Zorg dat de vijsjes goed vastzitten en daarna kan je hetzelfde doen met de tweede motor. Eenmaal dit gebeurd is, kan je de USB-kabel in het Duinguino-bordje stoppen. Tot slot kan je dan de stift reeds klaarsteken in de robotarm. We zijn nu klaar om te starten met het programmeren van het bordje.